Het Westerdok is een psychiatrisch centrum waar we mensen behandeling geven. Dat kan zijn ambulant of klinisch voor mensen die psychosociale of psychiatrische problematiek hebben. En wat doen jullie met deze mensen? Dat verschilt een beetje als iemand binnenkomt, wat de zorgvraag is. Die kan acuut zijn, dus dat iemand zegt van nou, het lukt niet meer en dat wij adviseren om opname te doen. Dan hebben we er 3 klinische afdelingen, een gesloten afdeling, een minimumcare afdeling en een ouderafdeling. Maar veelal komen mensen binnen omdat ze hier een ambulante behandeling krijgen. En dat zijn bijvoorbeeld dat iemand 1 keer in bijvoorbeeld een week of gesprekken voert. En daarnaast kan ook therapie worden gegeven. Wat ik aan reacties terugkrijg, en ik werk hier toch bijna al iets meer dan 25 jaar, is met name positief. Zelfs de gesloten opnameafdeling, waar mensen soms met een machtiging binnenkomen. Dus dat betekent niet op vrijwillige basis, maar via een maatregel. Dus dat de rechter zegt van, wij vinden dat u opgenomen moet worden. Krijgen we positieve reacties in die zin dat ze zeggen van, wij vinden de ervarende behandeling als menselijk. We proberen klantvriendelijk te zijn. We hebben ook veel dingen in huis, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Dus we krijgen vaak positieve feedback. Volgend jaar gaat u weer een festival organiseren. Ja, ik zie, volgens mij is dit heel erg succesvol. Als ik zo we zijn nog maar 2 uur bezig, maar als ik zie hoeveel bezoekers er al zijn, ook van buiten. Dus niet alleen van cliënten die zijn opgenomen, ook van buitenaf. Dan denk ik wel dat we tot een mogen zeggen dat het een succes is. Wat wilt u met zo'n festival bereiken? Wij willen met het festival bereiken dat ook mensen van buiten kunnen zien van wat is nou eigenlijk een psychiatrisch centrum. 1 op de 4 Nederlanders krijgt te maken met een psychiatrische stoornis of in ieder geval wat geestelijk. En bekendheid maken, het letterlijk laten zien van wat wij bieden, denk ik is ook drempelverlagend. Dus ik denk dat het hartstikke belangrijk is. En als het aan ons ligt, gaan we volgend jaar en de komende jaren verder met dit festival. Weten mensen uw instelling gemakkelijk te vinden? Dat proberen wij wel. Ook bijvoorbeeld dat hier mensen van buiten bijvoorbeeld ook kunnen lunchen. Bijvoorbeeld. Dus ze hoeven niet per se opgenomen te zijn of cliënt om hier te komen. Wat we ook proberen te doen is mensen van buiten betrekken. Onder andere door zijn festival. Maar bijvoorbeeld ook dat de keuken binnenkort wil organiseren een lunch. Waar ook bezoekers van buiten kunnen komen. We zitten op Facebook, Twitter, dus we proberen wel de publiciteit te zoeken dat mensen ons weten te vinden. Dank u wel.